Ik had het idee opgevat om met een kettingzaag mijn kozijn af te, in de lengte door te zagen. Maar dat lijkt me toch niet zo'n goed plan. Ook gezien de reacties die ik daarop kreeg, ben ik toch weer gaan nadenken. Denk, ja, ik heb niet zo'n ervaring met zo'n kettingzaag, maar dat is eigenlijk wel meer voor de sloop en voor echt rechte stukken door te zagen. Dus, en ik zag dat in die filmpjes waar ze van die grote bomen omzagen. Dan drukten ze hem er zo in en dan gingen ze zagen. Ik denk, nou ja, dat is wat ik wil. Hè. Ik zag hem in de stijl en ik wil hem in de lengte doorzagen. En dan kan je hem zo naar beneden halen. Maar ik ga er toch maar niet aan beginnen. Dus toen kwam er ook een van de reacties was... Wat denk je van een Lamello Tanga DX200? Kan je heel diep zagen en het is een soort Lamello machine met een cirkelzaag erin. Nou, heb ik naar gekeken, was ik wel enthousiast over, maar ja, de prijs vond ik een beetje duur, zo tegen de 1200 euro. Ik denk ja, dan voel ik me toch een beetje genaaid als je alleen maar een soort platformpje eronder maakt en die... Nou, daar verdienen ze veel geld aan. Maar er waren nog anderen die ook zo'n soort systeem hadden. Wolf met twee F'en. Die had ook zoiets. En nou, die was iets goedkoper, maar ja. Ik dacht, nou, het al maar zoekende, daar kwam ik eigenlijk neer op een eenvalzaag. Die moet ik hebben. En gezien die Tanga... DX200 zo'n 4,5 à 5 kilo weegt. En ik denk, ja, ik heb een eenvalzaag van Festool. En die weegt ook zoiets, denk ik. Ja. En ik heb een geleidelineaal. En er zitten allemaal gaatjes in. Dus die zou je er op zo'n stijl kunnen vastschroeven. En dan kan je hem daar zo inlaten. En om hem niet... Niet te terug laten schieten, heb je van zo'n stop ervoor, dat kan je ervoor zetten. En voor in deze houding, zo naar binnen laten, lijkt me nog wel gaan. Trouwens, deze is natuurlijk extra zwaar omdat hij die accu's heeft. Maar ja, dat heeft weer het voordeel dat je geen snoer hebt. Maar ik zie me dat toch niet zo doen, zo boven mijn hoofd. Dat moet je je voorstellen. Dan denk ik, ja, hangt een gewicht die je even... Het is natuurlijk niet veel zagen, het duurt niet zo lang. Als hij nou kon, er is zo'n systeem, ook van Festool hebben ze dat, met zo'n kort lineaaltje waar die aan vast zit en dan kan je afkorten. En dat is volgens mij ook geen invalzaag. Je kan natuurlijk met een invalzaag doen, maar dat zijn die gewone cirkelzaagjes, handcirkelzaagjes. Ik dacht, ja, ik heb zo'n machine, waarom gebruik ik hem niet? Nou, dus die lineaal, denk ik dan, die kan je op de bovendorpel ook vastschroeven. En dan kom je met je machine. En ja, die moet je dan boven je hoofd gaan vasthouden. Dat is niet zo stabiel natuurlijk als een gewicht en je moet indrukken. Wat had ik bedacht? Als ik dit nou, net als dat systeem van die korte lineaal, die zit vastgehecht aan die lineaal, die machine. Deze korte lineaal die dacht ik te kopen en dan doe ik deze machine erop, maar dat kan niet. Het hoort weer bij een bepaalde soort cirkelzaag. Dus dat kan niet. Wat te doen? Ik dacht, als ik nou hier zaag, die lineaal zit vast, daar heb ik geen omkijken naar. Waar komt die los? Dat is dat die hier loskomt. Nou, en als ik hem nou omlaag druk, dan zie ik hier wat ik overhoud. Allebei de kanten hou ik een stukje over waar ik iets mee kan hechten aan die lineaal. Mijn stijl op mijn dorpel, die is niet breder als een centimeter of 10. Zo. En ik hou altijd een stuk over waar die er overheen steekt. Dus ik kan om de lineaal grijpen. Nou had ik pas een geleider gekocht, die hier zo oppast. Ik dacht, als die dit doet, zo,
Dan kan ik ook iets verzinnen wat dit doet. Zo. En als ik nou iets maak... Oh, dat zit hier vast. Hij steekt naar boven. Als ik hier iets maak wat er overheen gaat, een soort U'sje. Ik dacht eerst nog aan rolletjes erbij en dat hij makkelijker rolt. Maar dat is volgens mij niet zo nodig. Want dit glijdt wel. Dat op aluminium, dat staal op dat aluminium. En dus wat heb ik nodig? Ik heb een draadend van deze doorsnede nodig. Ik maak een klosje dat hier overheen gaat. Even kijken. Dus ik moet iets maken wat hier... Al is het alleen aan het begin en het eind, dat is al genoeg. En met een draadend kan ik hem zo erin schroeven in mijn hout. Dus zo heb ik helemaal geen moer of zo nodig. Dus daar ga ik eens even een proefje voor maken. Ik ga een klosje maken die hier omheen past. Even kijken. Hoe gaan we dat zien? Ik ga hem even omdraaien. En dan kan ik het tenminste goed zien. Ik neem eerst zo'n 30 centimeter lang. En ik denk dat ik nodig heb, de dikte is zo'n 18. Dus ik moet 18 millimeter overbruggen. Ik zal eens een schetsje maken. Dan zie ik het misschien wat makkelijker voor me. Kijk, dit is 18. En ik moet een U'tje maken en dan komt hier dat draadend erin. En ik kan deze hoogte, die kan ik natuurlijk zo maken. Kijk, want dan kan die cirkelzaag, die kan dan helemaal tot aan de liniaal naar beneden. Nou, ik heb hier een gleufje van ruim 18. En dan moet dat middenstuk, dat moet weg. Want anders steekt kan die zaag niet naar beneden. Dus ik heb dit blokje eigenlijk als enige houvast om daaraan te hangen. Ik denk als ik dat met een draadend erin kan. Nou.
heb de gaatjes van de waar de draad en doorheen moet. Hij komt zo. En dan zo hierin. En dan ga ik. Dat is een rond 8. Dus als ik daar nou hier een rond 7 of 6,5. Dan kan ik hem er zo in draaien, dat draadend. En dan doe ik even in de kolomboor dat hij goed recht is. Dat doe ik wel. Ik denk dat ik met 6,5 begin. Ik 1,5 millimeter aan iedere kant. Als ik het te strak doe, dan gaat hij scheuren. Het zit op het eind, hè. Dus ik kan ook natuurlijk een proefje draaien, eerst met een stukje hout, wat nou de maat is. Want ik heb nog een stukje over van dit. Nou heb ik een gaatje van 6,5. En als ik dan met 8 kom, nou dat wordt, dat gaat echt niet hoor. Nou, ik had eerst het eerste klosje wat ik gemaakt had, was te kort. Had ik te kort afgezaagd. En het tweede klosje ging weer wat makkelijker om te maken. Dus daar had ik het voorbeeld al. En nu blijkt dat mijn liniaal, die blijft er gewoon aan hangen. En ik kan hem natuurlijk eraf halen. En dan deze liniaal van boven vastschroeven. Als ik hier een 3/30er heb. En ik wil dat in dat gaatje, dan steekt hij nog een klein beetje eruit. En dat kan ik natuurlijk hier niet hebben, aan die zaag. Maar als ik hier helemaal op het eind schroef, en daar helemaal op het eind, nou dan komt hij niet. En dan kan ik toch zo'n stuk zagen. En dan schuif ik hem op. En als ik een kortere heb dan de bovendorpel, dat hij er niet tussen past. Dit is ongeveer 1,08 meter. Nou, ja, dan zou je eventueel kunnen overwegen om dit gewoon eraf te zagen. Maar dat doe ik in eerste instantie dus niet. Omdat ik dus eens in de praktijk wil uitvinden of dat functioneert. Kijk, hij blijft er gewoon aan hangen en hij gaat als een trein. En hij gaat 5 centimeter diep. En hij is net zo diep als die lamello kan zagen. Of was het nou 7? Nee, het was geen 7. Het was ook 5 centimeter, geloof ik. Maar
De, van die 5 centimeter gaat nog een, zeg maar, 1,5 centimeter de diepte van die sponning weg. En dan hou ik nog, ja, 3 centimeter zoiets over. Nou, en de rest dat zaag wel met de multizaag weg. Maar dan heb ik een mooie rechte lijn met deze zaag. Ik heb hem even op een willekeurige deurstijl bij mij gedaan. Maar deze afstand tot de kant, hier deze breedte, die moet ook kleiner kunnen. Dus ik ga hier nog 1 of 2 gaatjes erbij boren, opgesoevereind. En dan kan dit als reservegat dienen.